Wilt u ook een haring? Ik kan ook een haring. Oh, 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 oh. Oké. Hey, wij zijn Anne en Pet van de Coke FrisChicks van CokeTV. Ja, en vandaag zijn we afgereisd naar het o zo mooie Groningen en gearriveerd op het strand van Lauwersoog. Deze dag staat weer in het kader van een hele hoop verrassingen. Wij gaan vandaag Merin verrassen. Merin is 18 jaar, houdt ontzettend van dieren, is gek op hockey en chillt het allerliefst met de vriendinnen. En zoals we natuurlijk van CokeTV gewend zijn, hebben we weer ontzettend charmante pakken. Dus ik zou zeggen, laten we gauw positioneren, want we moeten hem natuurlijk verrassen, want ze is aan het wandelen met de vriendin. Oké, 3, 2, 1... Oh, 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 oh. Merin moet elk moment hier op het strand zijn, want ze is namelijk een wandeling aan het maken met Amber. Dus ik hoop dat Merin een beetje van de zee houdt en van honden. Want we gaan namelijk de hele dag naar het zeehondencentrum Pieterburen. Ze komt eraan, ze komt eraan. Oh, oh. Dit geluid is zo mooi. Ik denk niet dat ze ons door heeft hoor. Ik denk echt dat ze denkt dat het gewoon echte zeehonden zijn in het wild. Ik denk het ook. Ze zijn heel geloofwaardig in die pakken. Kijk, vooral als je het zo doet. Oh, oh. Vooral die ogen. Volgens mij is ze er. Oh, 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 oh. Ja, ja. Hey, ben jij Merin? Ja. Merin. Oh. Ja? Ik ben Anne. Oh. En dit is Peuk. En wij zijn de Coke FrisChicks van CokeTV. Waarom denk je dat je hier bent? Ik heb geen idee. Waarom was je hier in eerste instantie? Om een wandeling te maken. Maar we hebben iets veel leukers in petto. Als je met ons mee wil. Ja, wat ik wel kan zeggen is dat het gaat over een dier. Maar welk dier, dat ga ik nog lekker niet zeggen. En het is weer tijd voor een leuke vlog. Zeg Merin, hoe gaat het? Goed. Heb je er een beetje zin in? Heel veel, ben benieuwd. Hou je een beetje van dieren? Laten we daar eens even mee beginnen. Ben je een dierengek? Ik vind dieren wel heel erg leuk. Ah, leuk. Bedankt voor de vlog. Tot volgende. Wij zijn nu op weg naar de eerste locatie. Ik zeg, laat je me gewoon lekker verrassen. Je gaat in ieder geval een topdag hebben met ons. Heel de dag omringd door dieren. Zeg nou niet. Dieren mag toch? Oh ja, dat mag. Oké. Oké, doei. Vlog uit. Oh, dat doet hij niet automatisch. Doe je ogen dicht. Wij leiden je wel. Ja. Niet spieken. Anders dan brengen we je direct weer mee naar huis. Kijk, kom maar even met je hand. Ja, voel maar even alvast aan deze... Wat denk je dat dit is? Steen. Heel goed. Zijn we en welke bij kleur is het? Welke kleur? Groen. Ja, hartstikke goed. Groen. Hey. Wat is dit dan? Nog een steen. Nou, wat goed. Welke kleur? Geel. Nou, het is ongelooflijk. Ja? Wat is dit? Voel maar even. Een zeil. Nou, een zeil. In de buurt op 3, 2, 1. Tadaa! Gaaf. Wat is dat? Ja. Weet ik. Wat heb je hier? Wat is dit? Zeehonden. Ja, we zijn namelijk bij Zeehondencrash Pieterburen! Ja, en wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan jou opleiden tot echte zeehondenverzorgster. Ik moest even nadenken, maar dat is het. Kijk nou. Oh, oh. Ze lijken ook allemaal heel erg op elkaar, hè? Hallo! Klopt het dat jij een zeehondenverzorger bent? Nee. Oh, niet? Wie wel een zeehondenverzorger is Niels. Kijk allemaal. Hi Anne. Hoi. Hi Puk. Hi Merin. Wij nemen jullie vandaag mee in het zeehondencentrum en met het verzorgen van deze geweldige dieren. Ze kunnen bijten, ze zien er heel lief uit, maar ze hebben toch wel scherpe tanden. Ja. Maar ik zal het allemaal nog goed uitleggen voordat we naar binnen gaan, want ik heb gehoord dat jij mij mag meehelpen. Ja, klopt. Okay. Superleuk. Wat mogen Anne en ik in de tussentijd doen? Jullie mogen met mij mee en dan gaan we ons voorbereiden op het voeren van de grotere, inmiddels al wat sterkere zeehonden. Wij gaan samen de dieren voeren, fase 1, dat zijn de dieren die eigenlijk nog heel zwak zijn en uiteindelijk als ze sterk worden gaan ze naar fase 2 en naar fase 3. De dieren die wij dadelijk eten gaan geven, die krijgen nog een speciale vispad. Dat doen we in het rechten en dan krijgt hij dus soos eten en medicijnen mee. En waarom gaat deze kleding precies allemaal aan? Omdat wij dus kunnen bijvoorbeeld ziektes bij ons hebben en de zeehond heeft ziektes bij zich en we willen niet dat dat uitgewisseld wordt. Dit lijkt me zo klein. Deze wormen, dat zijn parasieten die leven in de longen van de zeehond. Bij deze zeehond is dat zo uit de hand gelopen. Ze kunnen minder goed duiken, ze krijgen een longontsteking. Maar hoe kom je er nou achter dat zo'n zeehond ziek is? Met name jonge zeehonden die ziek zijn, die gaan op een gegeven moment het strand opkruipen. Dat doen ze omdat ze zo dun zijn geworden dat het water te koud voor ze is. En ze hebben die speklaag om zich te isoleren in het water. Dit diertje zou het niet overleven als hij in de natuur blijft liggen. Hij stopt met eten, hij heeft al problemen met ademhalen. En dan krijg je dus ook nog dat hij uitdroging krijgt en dergelijke. Nou, die longwormen die groeien maar door en uiteindelijk eten hem eigenlijk van binnen op. Dus wij geven hem nu express medicatie in deze pap die longwormen eigenlijk helpt te gaan. Oh, hoe was het? Heel erg leuk. Ja? Ja, heel bijzonder. Het zag er ook wel een beetje heftig uit. Ben jij een keer gebeten door een zeehond? Nou, ik ben eigenlijk toevallig één van de weinige medewerkers die nog niet... Nee? Dus jij komt nog aan de beurt als het goed is. En dat wordt vandaag waarschijnlijk. Ja. Wat is de volgende activiteit hier? Dat mogen jullie aan Sander even vragen. Ik ga namelijk die andere twee eten geven. Nou, dan gaan wij even naar Sander. Doei doei doei! De zeehonden die alweer wat verder zijn in hun opvang, die moeten we een hele vis gaan geven. En die hele vis moet bij hun in het bad. Dus inderdaad, mogen jullie omkleden. Dan doe ik dat ook. En dan gaan we daar zo heen. Zo, we hebben onze pakjes aangedaan en we zijn gearriveerd in de viskeuken. Ja. En hier is Niels weer. Ja. We gaan nu de vissen pakken en we gaan dus Goofball eten geven. Pak er maar 2 en dan mogen ze hierin. Sorry, ik ben echt zo'n poesie. Vind jij dit vies? Nee? Wilt u ook een haring? Ik ben lekker op, Puk. Echt mijn beste vriendin. Ik hou ook van jou, Anne. Oké. Kom naar me zoenen. Nou, laten we maar gewoon gaan voeren, Anne. Ja, we gaan ze zo eten geven. Nou, dan is het misschien fijn als jullie het een beetje verspreiden. Dus hier langs elke kant een visje gooien. Dat als ze komen, dat ze allemaal wel eentje kunnen grijpen. Maar gaan ze uit de lucht vangen of uit het water eten? Het, het is geen dolfinarium, Puk. Geen dolfinarium hier, nee. Ja, maar zover. Gooi er maar in. Maar deze zeehonden zijn dus nu in fase 3 en die mogen bijna vrijgelaten worden. Eigenlijk dus als het vandaag lekker weer had geweest, dan hadden we ze vandaag zelf vrij kunnen laten. Ja. We gaan door naar de volgende. We kunnen ons wel allemaal lekker gaan maken, maar helaas. Dag zeehondjes! Nou, dan gaan ze weer wegen en de rest heeft voor ons al spullen klaargelegd, dus wij mogen dit allemaal aandoen. En dan kunnen we ons zelf weer helemaal inpakken. Nou, we gaan ze wegen en daar hebben we dus bepaalde spullen voor nodig. De weegschaal en we hebben bankjes nodig. Dus misschien kunnen jullie helpen om die naar binnen te brengen. En dan gaan we naar beneden in de pool bij de zeil. Spannend! Dan gaan we hem nu omkiepen. 1, 2, 3. Hupskee. Wauw, dat ging soepel. Oké, dus dit is dus 44,6. Heel goed. Een beetje denken aan slagade, weet je dat nog? Nou, het is geweldig. Lekker bezig. Zijn we nog op tijd? Ja. Gaan we even vaarwel zeggen. Want ze gaan naar een ander zorgcentrum, toch? Hè? Hè? Wat leuk, FrisChicks en Merin. Wat zullen we daar eens mee gaan doen? We gaan ze vrijlaten! Leuk. Leuk hè? Ze is lekker enthousiast. Heb je gewoon een eigen zeehond in de oceaan? Met mijn naam. Leuk, superleuk. Ze hebben hier nu een maand gezeten en wij mogen dan de klep open doen en ze hun weg naar de vrijheid geven. Dat wij dit mogen doen vind ik wel echt cool. Ja, heel gaaf. Nou, zeg maar gedag, we gaan ze zo weer zien. En dan gaan we naar het strand hè, denk ik. Nou, we zitten in de auto. Had je een beetje verwacht dat we dit toch gingen doen? Ik had een idee, ik hoopte het ook, maar ik wist het natuurlijk nog niet. Dus superleuk dat het nu nog gaat gebeuren. En dat kunnen niet veel mensen zeggen, hè? Dat ze gewoon een zeehond hebben in de oceaan die vernoemd is naar jou. Nee, helemaal niet. Nee. Het is ook nog zo'n prachtige naam, hè? Merin. Merin. Ja. Ja. Maar ze gaan niet het meer in, maar ze gaan de zee in. Dat is mooi, toch? Oh, ja. Even credits, credits. Laat even weten in de comments of je het ook leuk vond. Hè? Oh, we zijn er! Woehoe! Maar die zeehonden die dan binnenkomen, zeg maar, met wat voor aandoeningen of ziektes komen die vaak binnen? De ene zijn de pups die de moeder kwijt zijn. De andere zijn zeehonden die op een andere manier ziek zijn geworden door bijvoorbeeld longwormen. Zoals de zeehonden die we vandaag zo meteen gaan vrijlaten. En de laatste categorie zijn zeehonden die op een manier gewond zijn geraakt. En heel vaak is dat door allerlei vormen van plastic. En het gaat soms wel zover dat zoiets simpels als een ballonlintje, dat dat nou juist hetgeen is wat een zeehond heel erg voelt. Echt vooral heel veel plastic. Okay. Ja, we staan hier nu op een strandje en ik moest even wachten tot jullie aankwamen. Ik heb heel eventjes rondgelopen en wat hier voor mijn voeten ligt is wat ik eigenlijk net al heb gevonden. Dit soort materiaal, dat is heel sterk. Ook een zeehond kan hier verstrikt in raken. Het komt om zijn nek, maakt hele diepe wonden en die zeehond kan daar gewoon dood. Heb je het een keer gehad ook? Bij de... Ik neem hier nu even 5 minuutjes voor, maar iedereen kan dit doen. En als we dat met z'n allen doen, maar ook vooral zorgen dat het niet in zee belandt. Dus altijd je troep opruimen, dan voorkomen dit soort... Horen jullie dat? Ja. Altijd je troep opruimen. Heel goed. We zitten hier dus aan de Waddenzee. Dit is ook ongeveer het enige stukje strand aan de hele Waddenzee. Het is hoog water. De rest van de zeehonden zitten daar in de Noordzee aan het zwemmen. En straks met laag water, dan komen de zandbanken vrij en dan kunnen de zeehonden daar gaan slapen. Nou, wat we nu met deze zeehonden hier gaan doen, is die laten we vrij met hoog water, zodat ze het water kunnen gaan verkennen. En dan tegen de tijd dat ze een beetje gewend zijn, dan komen ze uit de zandbanken terecht en gaan ze uitrusten. Dus ik heb jullie hulp zo nog even nodig om de kisten op de plek te zetten. En dan gaan we ze vrij laten. Zo, ben je zenuwachtig? Nou, ik vind het wel spannend, ik ben heel benieuwd. Ja, ze zijn best rustig, hè? Dat is wel fijn. Zitten jullie goed daar? Ja, het gaat heel goed. Nou, ik gelukkig. Denk dat we gewoon maar de klep open moeten gaan doen. Ja, voor jouw klep dicht doen. Nee, sorry. Ja. Dit is het moment. We mogen weer terug naar de vrijheid. Je ziet hier een schuifje. Je mag even recht omhoog trekken. Dan mogen je zelf zachtjes aftrekken. 3. Waar ga je missen? 2. 1. Ik denk echt dat we beste vriendjes worden. Dag schat. Oh. Dag FrisChick. Daar gaan ze. Oh, ze zijn er nog. Wat was dit bijzonder. Ja, heel bijzonder om mee te maken. Leuk ook om te zien dat ze nu nog bij elkaar blijven. Want mogen wij toch bijzondere dingen doen, hè? Wat hebben we toch blij dat wij jou mee mochten. Nou, ik vond het ook heel erg leuk. Ja? Heb je een leuke dag gehad? Ja, superleuk. Ik vond het echt een interessante dag ook. Ik ook. Maar aan alle mooie dingen komt een einde. En zo ook aan deze dag. En vonden jullie dit nou ook zo'n mooie bijzondere video? Laat het wel even weten in de comments. Doe de duim omhoog, delen, sharen. Ja, vergeet niet te abonneren, want dan mis je niks van ons. En als je misschien een wens hebt voor iemand anders, voor een vriend of voor een ander beest. Laat het ons dan even weten in de comments. En misschien komen wij dan volgende keer jouw kant op. Nou, dan gaan we maar gewoon doei zeggen. Gaan we afsluiten? Yes. Doei!